ik begin bij ochtend vroeg geweest voor transport. Dan hoor ik niet meer op dag, kof meestal van die tijd. En ik kof dan van half 7 tot half 9 die ochtend. Ik stuur nu maar redelijk terug tegen aan die achterkant. En dan zet ik mijn rem aan. Maar op een keer moet je maar nog steeds aan die remfase ook met je handen. Net om die extra beetje stability te geven om je te houden waar je moet wees. Ik zou zeggen, hoe kan ik zeggen, voor mij is het redelijk aan die makkelijke kant misschien, om wat ik mee boven liggen met. Maar wat van mensen wat niet zo kan fazen zoals ik, of van aan die goed ook kan fazen niet zo, dan moet daarom zitplek uiteengezet is voor hulle, waar hulle misschien van vastgemaakt wordt. Met een safety belt of iets ofzo. Als aan iemand op je trainen is, dan ik kan basis zelf uit, maar ik kan niet zelf aan je. Als aan niemand is dat me van die trainen af kan helpen, ik kan ook een kans vatten om, je weet, op mijn achterwielen proberen uit te gaan. Maar ik, als geen manier dat ik hem kom zonder help, nee. Trainen is te hoog voor mij om te komen zonder eigen help. Die mensen op je trainen zijn altijd vrijwillig om het te doen. So, ik altijd helpen om, als de securiteit niet daar is, nee, als die mensen daarmee te helpen. Vooral op Belleville, om voor dat niet een ramp is, nee. Moet je langs die trainingsvoorbasis afgaan. En dat is een beetje hoog aan die ene kant. So, ik heb al twee keer uitgevallen. Ik heb één keer binnen die training gevallen. En de andere keer heb ik net op die ramp, terwijl ik opgaan, heb die voorste wielen gehaakt en ik heb vooruit gevallen. Ik heb in 2006 dat ik mijn broer gaan kijken, ik en mijn neef, in Rustenburg. En op pad terug was ons een motorongeluk geweest, waar mijn neef zijn leven verloren had. En ik was in die rolstoel met ruggebreuk. Want het was 5 geweest dat in die kar was. Ik en Anne Meisie, ons was die gelukkige dat die ongeluk oorleef. Haar twee zusters, zowel als mijn neef, hulle het het niet gemaakt in die ongeluk nie. Je weet, na die ongeluk, toen ik 3 weken na die ongeluk wakker word, is hij al reeds begraven. En dat is die laatste wat ik gezien heb van hem. Ik was de bestuurder van die motor geweest. En omdat je, kan ik zeggen, die schuldgevoel wat je hebt bij jou. En ik bedoel, dat is iets wat van me weggaan van jou af. En dat is iets wat je nooit kan vergeten, maar je leert om te aanvaarden. En ik bedoel, met genade kan je weer aangaan met je leven. En ik bedoel, dat is iets, je zal het nooit vergeten, maar je kan weer aangaan met je leven. Je basis is net 2 keuzes, of je gaat op of je gaat aan. En ik heb daar de keuze gemaakt om aan te gaan.